Hoi Weegschaal, dankjewel dat jullie weer kijken. Bedankt voor jullie likes, reacties, abonnementen en lidmaatschappen. Ik had een post geplaatst over het cursus Tarot online. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, we beginnen binnenkort bij voldoende deelnemers. En je kunt je altijd aanmelden voor deze online cursus, waarin je zelf met de Tarot aan de slag kunt gaan. We gaan even kijken naar sterrenbeeld weegschaal. Luchtteken weegschaal. Zevende teken van de dierenriem. En wordt geregeerd door de planeet Venus. Ja, de planeet van de schoonheid. Sterrenbeeld weegschaal universum. Nou, ik had tot nu toe iedereen die een gesprek moest aangaan. Dus het zal bij jou niet anders zijn, weegschaal. Een belangrijk gesprek. Sterrenbeeld weegschaal. Sterrenbeeld weegschaal. Oké. Okay. Oké. Okay. Star reversed. Kan zijn dat je met een waterman te maken hebt, weegschaal. Of een ander luchtteken, maar dit betekent dat er iets nog geheeld mag worden. Ik zie hier ook de Three of Swords omgekeerd. Er is misschien iets geweest in het verleden met iemand. En je hebt jezelf teruggetrokken en je denkt nu van... je hebt ondertussen veel wijsheid gegaard. Vergaard. Niet wijsheid gegaard, maar veel wijsheid vergaard. En ja, je besluit eigenlijk op een logische wijze. He, je bent een luchtteken, logica, verstand boven gevoel. Maar dit is een kwestie en je hebt misschien wat opties. En je denkt, moet ik deze relatie naar een next level tillen? Daar gaat het eigenlijk om. Hè? Wil ik deze relatie of wil ik iets anders? Het brengt ook wel wat lasten met zich mee, zie ik. Ja, het is ook een beetje lastig voor jou om te zien... misschien wil je een gokje wagen, maar je bent bang dat je het niet goed ziet of zo. Dat iemand iets achterhoudt of dat iets niet te vertrouwen is. Of dat je voor de gek gehouden wordt of iets. Beetje argwaan, wat terughoudendheid, wat afwachtend van jouw kant. Dus ja, toch ook weer dat gesprek zie ik. Je bent emotioneel afstandelijk, weegschaal. Of deze persoon is emotioneel afstandelijk. Maar niemand doet hier eigenlijk wat. Het is een soort padstelling eigenlijk. Een soort stilstand van... moet ik nou doorgaan met deze persoon of moet ik het niet doen? En door jouw opties zit je te denken van... Ja, wat moet ik nou doen? Ja, het brengt ook al wat lasten met zich mee, omdat... Ja, deze persoon brengt je op een of andere manier ook een beetje uit evenwicht. Hè? Of de balans is dan weer zoek. Het is ook weer die zon omgekeerd, niet helder zien. Dus niet goed kunnen inschatten hoe of wat. Maar toch wil je balans en deze persoon wil ook balans. En deze persoon maakt je ook gelukkig, heb ik het idee. De enige mogelijkheid, en daar komen we weer, is denk ik... de King of Swords. Dat is jouw... het is een luchtenergie, weegschaal. Maar het is ook waterman of tweeling. Dus het kan zijn dat je met een ander luchtteken te maken hebt of dit ben jij zelf... Dit betekent gewoon een eerlijke, oprechte communicatie. En ik denk als je eerlijk bent, dat deze persoon heel goed reageert. Maar of iemand besluit om er helemaal mee te stoppen. Het is ja, 50-50 zal ik maar zeggen. Even nog een slokje. Het is een beetje 50-50 van... Ja, deze persoon besluit dan om ermee door te gaan of ermee te stoppen. Maar eerlijke communicatie is wel nodig.
Ja, je wil gewoon duidelijkheid. Of er moet duidelijkheid komen tussen jullie. Er moet duidelijkheid komen met ga ik ermee door of niet. En de star reverse, dat zegt mij dus dat er, en ook deze, die drie zwaarden, betekent healing. Er is nog niet helemaal alles geheeld, omdat eerst dat gesprek moet plaatsvinden. Of niet alleen gesprek, maar ook een keuze gemaakt worden. Van ga ik daarmee verder of ga ik daar niet mee verder? Dus weegschaal, ik denk dat je het beste gewoon eerlijk kunt zijn. Eerlijk en oprecht. En dan maar zien of deze persoon met je verder wil of niet. Of helemaal wel of helemaal niet. Er zit weinig tussenin. Dus weegschaal, dat is een beetje wat ik voor jullie heb. In de extended ga ik kijken van hoe en wat nu verder. Oké, dan gaan we verder met schorpioen. Sterrenbeeld schorpioen. Hoi schorpioen. Hoi schorpioen, dankjewel dat jullie kijken. We gaan eventjes kijken wat de energieën zijn op dit moment. Sterrenbeeld schorpioen universum. Wat is belangrijk voor sterrenbeeld schorpioen op dit moment? Sterrenbeeld schorpioen. Je hebt hier te maken met een zeer psychische connectie, een zeer close connectie, de twin flame. Elkaar spiegelen, elkaar een spiegel voorhouden. En de geliefde is niet alleen maar romantiek en fun, maar het is ook wel leren van elkaar. Dus ik zie dat jij aan het leren bent, schorpioen, aan het studeren. Misschien hou je wel iemand in de gaten. Je wil eigenlijk de stilte doorbreken, want ik denk dat er stilte is tussen jullie. En je wil denk ik ook wel die cup of love aanbieden. Maar je bent denk ik bang dat je wat overemotioneel bent. Je bent een heel emotioneel teken, alleen je hebt meestal een pokerface, schorpioen. En in dit geval, misschien heb je ook wel een keuze uit twee, dat je denkt van, moet ik met deze verder of met iemand anders? Maar je hebt een zeer sterke psychische connectie met deze persoon. Ik denk, is het het wel waard? Je vindt het misschien ook een beetje eng om een gokje te wagen. Misschien wonen jullie op afstand. En ik heb het idee dat jij je in het verleden niet wilde vastleggen. Dat je aan het daten was, een beetje rond aan het kijken. Maar dat is nu veranderd. En ik heb het idee dat deze persoon denkt dat jij misschien in een relatie zit. Dat je al iemand hebt, of zo. Ik denk wat je hebt geleerd, schorpioen, is dat je niet impulsief meer wil reageren. Dat je dat in het verleden wel deed. Heel impulsief. Je bent bang dat je overemotioneel reageert. Er is ook iets wat niet zichtbaar is, denk ik. Hidden behind the moon. Dus het kan zijn, als je je uitspreekt, dat het ook een lastenverlichting is. We hebben het hier weer over communicatie. Kijk, die gerechtigheid omgekeerd betekent dat er een disbalans is tussen jullie. En dit lijkt op een soort rechter, maar dat hoeft niet te zijn. Het kan. Maar het is ook de kaart van weegschaal. Balans brengen in een situatie. Dus wat ga je hiermee doen? Wat ga je hiermee doen? In ieder geval, ik denk dat je je gevoelens gaat uitspreken. Appjes over en weer. Maar ik zeg al, dat emotionele, dat is wat jou een beetje angst aanjaagt. Van, misschien kan ik mijn emoties niet goed in check houden. Je wil liever eigenlijk hoofd over hart. Hè? Je wil liever alles onder controle houden en gewoon een verstandelijk gesprek. Maar dat lukt niet in deze, denk ik. Deze persoon die wacht op jou, die zit te wachten. Misschien omdat jij in een relatie zit of zo. Of je hebt al iemand. Je weet ook niet wat het zal brengen. Misschien heb je heel veel goede herinneringen aan deze persoon. Sweet memories uit de kindertijd misschien. En
Ja, iemand voelt een beetje dat zijn handen gebonden zijn, heb ik het idee. Misschien zijn er ook wel wat oneenigheden geweest. En heb je zoiets van, ja, ik wil mijn lasten verlichten. Het kan zijn dat je heel langzaam bent geweest, dat je heel langzaam naar een doel hebt toegewerkt. Heel langzaam naar een doel hebt toegewerkt. Maar ik heb ook het idee dat je denkt, die lasten heb ik niet langer meer nodig. Ik ga de communicatie aan. Ik wil niet meer daten. Ik wil me niet meer van de een naar de ander of zo. Ik wil niet meer impulsief reageren. Ja, deze persoon wacht op jou en jij maakt je zorgen, maar deze persoon maakt zich ook zorgen, heb ik het idee. Ja, het rad van fortuin en celebration. Als je je gevoelens uitspreekt, dan zal het tot een celebration, een samenkomst, een viering leiden en een nieuw hoofdstuk. Luck is on your side als jij eerlijk bent en je gevoelens uitspreekt, schorpioen. We gaan even kijken in de extended reading voor jou en de weegschaal. En dan hoop ik dat ik jullie volgende keer weer zie. Groetjes, doei doei.